Jan en Barta Bonen hebben een loodsverkoop aan de Boterdijk opgezet. 3 jaar geleden is het begonnen. Inmiddels al 3 jaar een succes, Jan. Nou, 3 jaar, Bernadette, 3 keer. Dit is de 3e keer. Maar we hebben wel al een aantal jaren het idee. Maar vorig jaar, rond deze tijd, is het voor het eerst van start gegaan. Dus dit is de 3e loodsverkoop. En het is een succes. De mensen komen van uit Nunspeet en omgeving, maar ook van heinde en ver, geloof ik. Want ik begreep net al dat er campinggasten zijn die hier alles even nastruinen. Want Barta, wat is hier allemaal? Ja, te veel om op te noemen haast. Maar heel veel speelgoed hebben, huishoudartikelen, broekkanten. We hebben een springkussen voor de kinderen. Broodje hamburger kun je krijgen, een kopje koffie en 2. Dus ja, genoeg om even lekker rond te struinen. Ja, de spullen die blijven maar komen, Jan. Voor jullie is dat natuurlijk heel gunstig. En dat jullie het ook allemaal kwijt kunnen. Vandaar ook de loods, zeg maar. Wat zijn unieke exemplaren die jullie zijn tegengekomen? Nou, allereerst wil ik wel even zeggen dat de meeste spullen die we krijgen, zoeken wij uit. En die gaan naar Oost-Europa. Dat wordt allemaal door ons gesorteerd. Wat niet naar Oost-Europa kan of niet geschikt is, dat zijn bijvoorbeeld Nederlandse boeken en allerlei andere dingen die, ja, waar de mensen daar niet mee geholpen zijn. Die bieden we ter verkoop aan. En unieke exemplaren. Nou, ik heb bijvoorbeeld een zo goed als nieuwe rollator kunnen zeggen, ja, wat is daar uniek aan? Maar deze persoon heeft er maar heel kort gebruik van kunnen maken. En ja, die willen dan toch aan een goed doel geven. En nou ja, dat kan mooi wat geld opleveren. Maar ook hele mooie boeken uit de tijd van voor de oorlog. En nu sparen de kinderen voetbalplaatjes. Maar vroeger werden er ook bepaalde plaatjes gespaard. En dat soort boeken van Verkade en Kanus en Gunning. Die hadden daar hele mooie boeken voor gemaakt. Maar dat was ook een boeken met een educatief element. Nou, daar heb ik vanochtend een compleet exemplaar voor weinig geld kunnen verkopen. Dus dat zijn wel echt bijzondere dingen. Ja hoor. Stichting Gain, Barta, kun je vertellen wat dat ook alweer inhoudt? Stichting Gain is Global Aid Network en we zijn een wereldwijde organisatie. En we hebben verschillende projecten wat we verzorgen. We hebben een waterproject, we zamelen kleding en goederen in. We gaan naar vluchtelingenkampen ook vluchtelingen bemoedigen en ook kleding en spullen uitdelen. We doen hulpreizen ook, vooral ook met jongeren, om ze een beetje te laten zien wat is er meer te koop in de wereld als alleen het rijke Nederland. En om ze een beetje bewust te maken, ook om mee te helpen in de projecten. Ja, nog meer. Ja, de Roma-gezinnen vooral ook. Dat is eigenlijk het uitschot. Die worden door iedereen met de nek aangekeken en die proberen we toch ook op een mooie manier een beetje te ondersteunen en te laten voelen dat ze ook er mogen zijn.